Het is belangrijk dat we jongeren interesseren in al het goede dat Suriname te bieden heeft. En in dit kader neemt het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam een belangrijke plaats in als het gaat om de geschiedenis van Suriname. Dit zegt Priscilla Dousa van Stichting Pukushani Entertainment vandaag tijdens een teambuilding sessie van het bedrijf Webhelp in het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam in het district Kommerwijnen. Dousa legt verder uit het volgende. Een speciale plek wanneer het gaat om Openluchtmuseum. En ik heb hier voor deze locatie gekozen omdat ik vind dat als wij zeggen we willen Suriname toeristisch op een hogere ladder brengen, dan moeten wij ook binnenlands toerisme gaan promoten. Het is niet alleen wanneer je bijvoorbeeld gaat naar het buitenland dat je een toerist bent, maar als je hier gebruik maakt van bijvoorbeeld het Openluchtmuseum, geef je terug aan je eigen, omdat de vertellingen die hier zijn, de verhalen die hier zijn, de expos die hier zijn, die hebben allemaal te maken met een deel van Suriname. En ik denk dat dit een manier is, of een van de manieren is, om het museum ook een push te geven. Vooral na COVID heeft men een downperiode gehad. Het is belangrijk dat organisaties gebruik ervan maken, zodat het in leven blijft eigenlijk. Vandaag vond in het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam een teambuilding sessie plaats voor jongeren en medewerkers van het online bedrijf Webhelp. Dit bedrijf houdt zich bezig met online werkzaamheden in Suriname voor de Nederlandse spoorwegen NS. Deze teambuilding sessie werd verzorgd door Stichting Pukushani Entertainment van Priscilla Dousa. Op het programma stond het lopen van een speurtocht, dans en spel en werden de jongeren bezig gehouden met sessies over de geschiedenis van Suriname. Ook andere aspecten zoals de Surinaamse keuken, de verschillende culturen en etniciteiten die Suriname kent, kwamen langs. Dousa gaat in op het belang van goed geïnformeerde jongeren over zaken die Suriname raken en het belang van onze toerismesector. Als u hoort Webhelp, u zegt het zelf, telecommunicatie. Hier op het Openluchtmuseum hebben we bijvoorbeeld ook het museum van ons eigen Surinaams bedrijf Telesuur. Maar wanneer het gaat om Webhelp, gaat het om mensen die dagelijks bezig zijn aan de telefoon met klanten. Ik heb zelf ook bij Webhelp gewerkt toen bij Bonprix. Dus het is een bepaalde connectie die je maakt wanneer je iemand aan de telefoon hebt. En om dat te kunnen doen op beste manier heb je alle ingrediënten, als ik het zo mag noemen, van de verschillende bevolkingsgroepen nodig. Want verdraagzaamheid leer je het best in Suriname. We hebben heel veel bevolkingsgroepen, maar we leven zeer tolerant naar elkaar toe. En via de opdrachten ook, maar gewoon de informatie die men hier mee krijgt, gaat maken dat wanneer ze teruggaan in de telefoon pakken, ze weliswaar misschien niet vertellen over Suriname, maar de houding die men zal hebben naar hun medemens toe, telefonisch of persoonlijk, denk ik, zal zeer zeker versterkt zijn. Want Openluchtmuseum geeft je mee wat je als basis hebt als Surinamer. En als je dat meeneemt, de positieve zaken meeneemt, dan ben je de beste call agent die er is. De werkzaamheden bij Webhelp bestaan uit het telefonisch te woord staan van klanten. Daar is een zekere kennis en weerbaarheid voor nodig. Teamleider Alan Sparendam van Webhelp vertelt meer over deze speciale teambuildingsdag. We zijn van een project genaamd Nederlandse Spoorwegen. En we doen zo'n beetje van alles met elkaar. Een beetje buitenwerk, gewoon een beetje gezellig samen zijn. En dat is een van onze projecten die we hebben geïmplementeerd om zodoende met elkaar bezig te zijn. En we hebben gekozen voor een speurtocht omdat het na heel lang gehouden wordt. En we hadden echt gewoon, hoe zal ik zeggen, zoiets nodig om een beetje bij elkaar te komen. Weet je, die team spirit gewoon aan te wakkeren. Dus daarom zijn we dan hier, daarmee vandaag. Ook de deelnemers van deze sessie waren enthousiast over deze dag. U hoort Tirsa Chari en Chayenne Playveer. We zijn voornamelijk hier voor een teambuilding. Een speurtocht gaan we in elkaar zetten. Of hebben ze al gedaan voor ons. We zijn ook benieuwd wat het gaat worden. Maar we maken er een hele leuke dag vandaag. Ja, en ook om onze skills dan in teamverband te werken met collega's. Ook collega's die we ook niet zien dagelijks, die ook van huis uit werken. Elkaar beter te leren kennen en die verband, die samenhouding tussen ons te verbeteren.